3, 2, 1, go, 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 go. Hey allemaal, ik ben Ronald en dit is Kelvin en samen vloggen wij ons leven. Nou, Kelvin, ik blijf vandaag eventjes weer hier, want ik ga dus eventjes weer naar de tuin toe. Ik kreeg gisteren een berichtje dat er dus heel veel Colorado kevers op de tuin zaten, dus dat moet ik vandaag sowieso eventjes wat aan doen. Even kijken wat ik er überhaupt aan kan doen. Ik denk dat het toch vergif wordt. Ik hou er niet zo heel erg van. Maar op een gegeven moment dan kun je niet meer zonder. De aardappelen zijn klaar. Dus dan is even een afweging die je moet maken. Wat ik nog meer ga doen. Ik ga zo eerst eventjes mijn broek in de was zetten. Of in een tuiltje zetten met spul. Met Biotex. Want er zitten allemaal grasvlekken in. En die wil ik graag voor morgen wil ik die weer schoon hebben. Dus dan mag die echt eerst wel even in de Biotex staan. Ik ben benieuwd hoe jullie dat dan schoon krijgen. Ik doe het zo. Ik ga het nu proberen. Ik heb eigenlijk nog met grasvlekken geprobeerd. Maar wel met de witte was lukt me dat wel altijd helemaal prima. Maar ik hoop dat het de grasvlekken er ook zo uit gaan. Nou, en wat we dan verder nog gaan, weet ik niet. Maar ik weet wel dat wij eerst eventjes gaan lopen. Je kunt het niet goed zien op de camera, zie ik net. Maar er zitten hier dus grasvlekken in. Wat ik altijd doe, is eerst even met een beetje afwasmiddel erop. Niet zo heel erg veel. Want je zit natuurlijk wel ermee dat het heel erg gaat schuimen anders. Daar kun je gewoon een borsteltje voor pakken. En dat wrijf je er even in. Dan komt het gedeelte waar ik dat nooit eerder heb gedaan. Ik gebruik dan de Biotex voorwasmiddel dit keer. Ik heb het ook al gebruikt met witte was. Dat werkt echt prima. Je wrijft het eventjes in. En dan laat je het weken. En dan wordt echt alles weer spier en spierwit. Als het echt helemaal wit is, schokt er nog een scheut chloor bij in. En dan heb je echt helemaal sprankelend wit resultaat. Nou jongens, het is net een reclame. Dit ga ik dus ook proberen met de grasvlekken in mijn broek. Want die krijgen ze er nooit helemaal echt heel goed eruit. Ja, na een paar keer wassen. Maar ja, ik wil natuurlijk wel in één keer resultaat hebben. Dus ik ga het ook even proberen met Biotex. En ik heb geen idee hoeveel ik hiervoor moet gebruiken. Nou, dit doe ik dus altijd ook met witte shirts. Dat werkt prima. En dan is het gewoon een kwestie van goed weken in water. Nou, voor de zekerheid nog even een stukje Biotex erbij. Omdat ik niet weet hoeveel ik nog moet gebruiken. Dit laat ik dan staan tot ongeveer vanmiddag. Dan ligt er wanneer ik er weer ben. En dan doe ik het in de wasmachine. De gewone wasprogramma met een voorwas en en vlekken aan. Nou, in witte shirts werkt het ook altijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe mijn broek er zo meteen uitkomt. Ik denk dat het wel heel erg goed gaat. Ik ga nu eventjes naar de tuin toe en dan zie ik jullie daar. Ik ben al een poosje op de tuin, het is daar nu al middag. En ik zag dus dat de duiven nog steeds actief zijn in de kolen. Het is verschrikkelijk met de duiven dit jaar. Ik weet niet, misschien hebben jullie er ook zoveel last van. Laat dan vooral eventjes hier beneden weten wat jullie er dan aan doen. Ik heb hier wat jonge boerenkoolplantjes staan, want die kunnen bijna de tuin in. Maar ik zet ze altijd eerst even in een tray. Ik zal het even laten zien. Kijk, ik zet ze in van die kleine treetjes neer. En dan kun je ze heel makkelijk weer uitpoten later. Maar goed. De vorige keer hebben de duiven dus alles opgegeten en ze overal eruit getrokken. Dus ik denk dat ik er eventjes wat draden over ga spannen. En ik hoop dat dat helpt. Dan hebben ze natuurlijk geen jongen meer. Maar ik zag ze nog wel bij de kool zitten. Dus ik ga er maar eventjes wat aan doen. Anders heb ik geen boerenkool straks. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Probeer ze. Ik hoop dat het zo helpt en dat de duiven er dan niet aankomen. Dat het een beetje helpt, die touwtjes erover. We gaan het zien. En anders dan geen boerenkool dit jaar. Want je kunt het nou niet weer opnieuw zaaien. Daar is het al te laat voor. Nou, ik heb heel veel onkruid gewiet. Want er is heel veel onkruid stond er alweer in. Ik zal nog even een impressie geven van de tuin. En dan ga ik zo'n beetje weer die kant op.
En ik zit hier nu bij de aardappelen. En nou, zoals ik net al zei, de Colorado-kever die zit in de aardappelen, die moet je er of afzoeken of je moet ze gaan spuiten. Nou, waarmee je ze nog kunt spuiten, dat is volgens mij op mijn hoofd op dit moment Pyrethrum. Dat kun je gewoon bij het tuincentrum kopen. Is ook op biologische basis, dus een biologisch middel wat je eroverheen spuit. Kijk, dit zijn de larven van de Colorado-kever. En dit zijn dus binnen een paar dagen kunnen deze jouw hele aardappelveld dus helemaal opeten. Dus het is echt wel de bedoeling dat je daar heel snel wat aan doet. Nou, zoals je ziet, ze zitten er helemaal onder. En ze zijn hier ook al flink aan het eten geweest. Dus het wordt wel even tijd dat ik er wat aan ga doen. Als je een paar hebt, dan kun je ze ook eraf gaan zoeken. Nou, dit is veel te veel om eraf te gaan zoeken. En in principe kan ik de aardappelen ook zo gaan rooien helemaal. Dus ik ga wel eventjes spuiten. Je kunt er ook voor kiezen om ze er dan wel af te zoeken. Ja, dat is eventjes werk en je moet het echt elke dag herhalen, want er liggen weer eitjes onder die ook weer uitkomen. Dus ik ga ze eventjes spuiten. Zo, het is inmiddels alweer bijna 5 uur. Ik ben nu weer thuis. Ik heb het, is wel zwaar, even een tuiltje met mijn broek. Heb ik even leeg gegooid en het was echt helemaal donker wat eruit kwam, het water. Ik kan het hier nog wel een beetje zien, kijk. Kijk, het is echt wel een beetje bruin water. Nou, die gaat maar eventjes in de wasmachine. Oké, nou kun je het nog beter zien. Het is echt vies bruin water wat eruit komt. Wat op zich best wel raar is, want nou, zo vies was die broek niet. Misschien is het dan toch vieser dan je denkt. Of is dat dit? Dat kan ook natuurlijk. Ik ga er in ieder geval vanuit dat er dan heel wat faal al uit is. Zo, deze kan weg. Het telt je eventjes voor de volgende keer. Die zet ik hier weer neer. En ik ga even de andere was ophalen en dan kan dat er ook weer. En nu is het tijd om Jamie eten te geven. En Kelvin zit altijd te wachten. Jij gaat maar even naar beneden, Kel. Hup, naar beneden. Nee, helemaal naar de kamer. Je gaat maar even wachten tot Jamie klaar is. Nou blijft Kelvin dus gewoon een half uur zo voor de deur zitten. Die gaat hier nou al zitten. Want die gaat wachten. Want Jamie krijgt het eten nooit helemaal op. En dan, dan is Kelvin degene die het laatste restje mag opeten. Jamie die meldt zich zo meteen bij het kattenluikje. Nou, dat is het teken dat Kelvin er boven mag. En dan mag zij het laatste beetje opeten. Wat ik nou ga doen is even kijken wat ik ga eten. Dus ik ga even in de vriezer kijken. Kijken wat ik ga maken. En dan ga ik daar maar eens even aan beginnen, denk ik. Het zijn dus nieuwe aardappeltjes weer. En ik vond deze rode kool even in de diepvries. Dus die ga ik eventjes maken met nieuwe aardappeltjes en sla vind je erbij. Vind ik wel even lekker. Dus dat dan ook goed wil met dat surderpannetje. Dus ik ga maar even snel beginnen, want het is bijna etenstijd. 3, 2, 1. Go, 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 go. En dat is Kelvin als de achterkattenvlees aangaat. Super, super snel. Ik zal jullie eventjes laten zien wat ik allemaal in de pan heb gestopt. Ik bak de slaafvinkenbak eventjes zo af, want die moeten klaargemaakt worden, anders zijn ze over de datum. Ik heb hier weer wat jonge aardappels, of nieuwe aardappels en rode kool. Uit het pakje. Dus dat wordt straks wel weer heel erg lekker, denk ik. Ik ga even op de pannen letten, want anders dan lukt me dat niet. En dan zie ik jullie straks nog eventjes weer na het eten. Zo, ik heb nog een hele tijd achter de computer gezeten vanavond. Ik heb de nieuwe vlogs in elkaar gedraaid. Ze staan nu in de render en dan kan ik ze morgen vroeg even snel uploaden. En dan zit mijn dag er wel weer op voor vandaag. Vond je dit nou een leuke video? Geef deze video even een duimpje omhoog. Klik hierboven even om te abonneren. En druk hiernaast eventjes om nog meer leuke video's te zien. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een hele nieuwe video. Doeg!